Kijk eens aan, het begin van onze Pure Play en we hebben direct al een wagen te pakken. Dank jullie wel voor de inspiratie alvast. Ja, dag PS3, Lover Boys en Lover Girls. Dag iedereen. In de Bentley Supersport ESR wagen en we rijden rond in Fairhaven City. Ja. In Need for Speed Most Wanted. En eigenlijk begint het spel ook meestal in een Bentley. Dat is wel... Ja, ik weet het dus niet. Ik heb daar in het begin niet op gelet. Ik was helemaal weg van de montage in het begin van het spel. Baf, daar gaat al een arme bestuurder. Ja. Alleszins, zo is het spel eigenlijk dus ook. Als je een nieuwe auto wil, je rijdt rond, je komt erin tegen en je wisselt. Simpeler kan het niet zijn. Inderdaad, allemaal eenvoud, maar goed in elkaar gestoken. Ja. Zoals ik dus zeg, het spel begint ook zo, heel simpel. Met een openingsmontage van beelden van Fairhaven City, dat ontwaakt... Met een zonsopgang, dacht ik. Een soundtrackje van Muse. Ja, met een supergoeie soundtrack van Muse erop gezet. Zoals heel de game eigenlijk een goede soundtrack heeft eigenlijk, heb ik ook al gezegd. Ja, zeker wel. Goed gekozen. De politie heeft de eigen... Ze geven nu een klein beetje een uitleg gewoon maar. Ik ga proberen in een neertalen. Knal, alsjeblieft. Je begint eigenlijk gewoon direct ook in het spel met een wagen. Het was echt maar gewoon een startknop indrukken op het begin. Paf! En ja, dan begint het. Je moet echt gewoon je plan trekken. Al klinkt het een beetje negatief, ik wil daarmee zeggen. Je wordt zonder veel boe of baal losgelaten en je mag direct je racehart... Ja, laten kloppen, sneller laten slaan, zeg maar. Opluchten, verluchten. Ja, ophalen. Ophalen. Aha. En, onlangs is in onze Assassin's Creed 3 Pure Play bleek ook al dat mijn Nederlands achteruit gaat en mijn Engels vooruit gaat. Ja, dus kijk eens aan. Je ziet. Het is een positieve film. Ja. Het spel draait eigenlijk gewoon, want echte plot is er geen sprake, maar het draait er dus om dat je nummer 1 Most Wanted racer wilt worden in de stad. Zoals dat eigenlijk in elke race game werd geval is, wordt de beste. Alleen, deze races draaien ook om dus credits en hogerop in de rangschikking, maar ook perks voor je auto. Jij bent goed bezig met dat uit te leggen, ik wil er wel de flikken van mij afschudden, dus goed bezig, zeg maar. Ja, je draait toertjes bergop. Dus, nee, ik moest hier bergop gaan, ja, kijk. Nee, oké, okay, dus... dus je kunt perks verdienen en nu heb je ziet je geen nitro rechts onderaan. Ja. Maar dat... That was a hard crash. Oh, poor lad. He will get fired for that shit. Ja. Ik ben even aan het lied van het panorama. Prachtige, inderdaad, prachtig panorama en achtergronden. Zoals je dus in het begin van onze Pure Play hebt gezien, de wagens liggen eigenlijk voor een stuk voor het rapen. Je moet ze gewoon maar gaan zoeken door te verkennen. Is ook wel belonend, omdat het een open world game is. Ja. Is ook een redelijk groot verschil. Is het maar weer al ongelooflijk. Wow, kakkers zijn dat, sorry. Het verschil met hun Need for Speed Hot Pursuit van 2 jaar geleden. Ja. Ook zo'n reboot, die ook fantastisch goed was. Beste race-spel van het jaar, dacht ik ook. Dat toch voor mij persoonlijk. En dit ziet er ook wel sterk naar uit, want het is van... Criterion, de mannen van Burnout. Ja. Straf genoeg, ja. Ja, en ze maken hun reputatie meer dan waar, want het zijn echt pareltjes. Die wagen was iets te neigen, dat was zo'n Jeep. Dat was een Jeep, wow. En I'm alive. Dat is geen probleem, we kunnen gewoon verder rijden. De schade is er wel nog. Ontsnappen. Ik weet niet waarom ze precies eigenlijk dit slow-mo erin hebben gebouwd, waarom die even moet laden, want er is geen nadeel voor u. En je wordt niet gereset op de weg teruggespawnd. In de open world, hè. In de race is het anders en verlies je tijd, maar... Het zal waarschijnlijk misschien... Ja, maakt niet echt misschien uit. Misschien om consequent te zijn en de lijn gewoon door te trekken. Ja. Wat anders misschien niet helemaal... Allee, als een geheel aanvoelt. Inderdaad. Prachtige omgeving, niet enkel stad, maar ook dus natuur en bossen. Ja. Awesome soundtrack. Perks, en ik denk dat we dan verre races gaan doen, of... We gaan eens een race doen, het zal en nu weer toch passeren. Je ziet in een flits, nieuw kleurtje, alles is erin hersteld. Ja. Wel niet de politie afgeschud. Dus dat is misschien een nadeeltje voor anderen, sommigen niet. Ik vind daar dat was een, wel een Maserati, hè, man. Die heb ik al. Ah, die heb je al, oké. Ja, die Maserati had ik al. Sorry, ik vind die Bentley te goed. Misschien eens naar die Lamborghini straks gaan, even, voordat we beginnen racen. Ja, en naar Lamborghini gaan kun je op 2 manieren. Oh. Oftewel, jump to car, waarin je niet eens er naartoe rijdt. Indien dat je hem hebt gevonden, natuurlijk. Ja, als je hem hebt gevonden, natuurlijk, inderdaad. Knal, sukkertje. Als je hem nog niet hebt gevonden, er naartoe rijden. Ja. Als je hem wel al hebt gevonden, kan je dus rechtstreeks de auto laden, maar dan duurt dat wel 10 seconden of zo, in kort laadje. We zijn weer even aan het cruisen om terwijl ook de omgeving te tonen en die flikken van ons af te schudden, want die zit er dus wel in. Voordat ik dieper ga ingaan op de easy drive mode, want dat is wel redelijk innovatief in deze game, wil ik nog even wel vermelden dat in tegenstelling tot die Hot Pursuit game, je in deze game niet met de politie kan spelen. Nee. Daar was het wel de bedoeling dat je ook vanuit de twee kampen kon spelen en ook, zogezegd, de
snelheidsduivels kon vatten met uw politiewagen, uw cruiser en zelf ook zo helikopters inschakelen en al. Ja. Dat is hier niet de bedoeling. Het heeft een beetje weg ook van Burnout Paradise van 4 jaar geleden, ook van Criterion. Dat was ook een open world game, maar dan dus een Burnout en dit is een Need for Speed. Dus, maar goed, ik zal dus nu even gaan naar een race of zo. Naar die Lamborghini. Eerst, ja trouwens, dus belangrijk menu. Hè? Ja, ja, easy. Dus easy rider. Je kan gewoon dus doorracen, doorrijden. Easy drive, ja. Dus. En gewoon dus in je menu al rijdend verder gaan. Want die politie hier doet geen idee. Ze willen hem echt hebben. Hè. Dus inderdaad, via Easy Drive kan je alles regelen. Autolog zit er ook nog altijd in. Dat is een beetje het sociale platform nog altijd van de game. Ja. Zorgt ervoor dat je ook bijvoorbeeld hier uitdagingen van andere vrienden kunt aangaan, al zijn het geen uitdagingen. Het is eerder zoiets iets van, het systeem gaat u de hint geven van, hey kijk, vriend X in uw vriendenlijst heeft die tijd behaald. Probeer die eens te verbeteren. We raden u aan van zijn uitdaging, of ja, ik wil zeggen zijn tijd proberen te verslaan. En op die manier heb je ook wel een beetje dat competitieve, want er is ook een multiplayer, maar daar komen we straks heel kort op terug, omdat die eigenlijk meer van hetzelfde is in de singleplayer. Maar alleen wel op met andere, geen AI's, maar echte spelers. Ja, ik zeg meer van hetzelfde, maar dan op de goede manier. Ja, natuurlijk. Ja. Dus we gaan even een wagen kiezen. Change car. Ik ga dan die Lamborghini pakken. Die heb ik al. Ik heb er als twee, maar er is er eentje dat iets beter was. Die Gallardo. Ja. Kijk, en dan kunt u dus inderdaad kiezen. Jump to car. Wat available in pursuits. Lappie. Of set to destination, dan rijd je er naartoe. Ja. Even wachten, ben eruit, hopelijk. Doe iets even blauw. Oh crap, die politie zit hier overal, man, ongelooflijk. Ja, maar heeft u niet gezien. We zijn er vanaf, cool mooi zo. Oké, okay. Change car. Lamborghini. Oh my god, meer dan nu? Yes. Goed, we gaan die eerst even afschudden en dan gaan we terugkomen bij jullie. Want op deze manier gaan we niet vooruit. Nee, maken. Tot straks. Tot straks. Onze Lamborghini hebben we te pakken. De politie afgeschud. Ja. Na een handige tip van Sam om van de autosnelweg misschien ook af te rijden. Is dat er toch één lang stuk is en ze mij er perfect op kunnen vatten. Ja. Dus, een race. Ja. Het is namelijk zo, door races te doen met de verschillende wagens, want elke wagen heeft dus een verschillend aanbod aan races, aan opdrachten, kunt je dus ook alles uitbreiden en je wagen tunen via het Easy Drive menu. Ja. Kijk, de banden hier, offroad, nitrous, powershot moet ik nog halen, chassis, body transmission. Ja. Enfin, dat kent je allemaal wel, dat is nu niks nieuw. Maar het is dus direct accessibel, toegankelijk zeg maar. Accessibel. Ja, via het menu. En je moet niet op start duwen, je moet niks onderbreken. Je blijft in de flow zitten. De wereld blijft gaan. En hier kun je zelfs ook zien welke types erin zitten. Circuit. Ja, circuit. Circuit race. Nou, je was toch slecht in Engels? Circuit of race. Goed in Engels en slecht in Nederlands. Ik wou eerst het in het Engels en dan in het Nederlands uitspreken. Dus dan kom ik met circuit. Circuit of circuit. Mm-hmm. Race. Dat is ook nog een circuit race. Dat is een sprint race, hard. Mm-hmm. Dat is een speedrun. En dat is een sprint race, easy. Ik zal het verder misschien even de easy eerst proberen. Ja. En wie weet zullen we daarna iets hard pakken voor jullie. Ja. Ziezo. Start race. Je kon er ook naartoe rijden bijvoorbeeld. Dan heb je geen laadtijden, of toch amper. Ja. En nu springen we direct in, zeg maar. En gaan we starten van aan de start. Normaal moet je er naartoe rijden. Ik weet niet goed waarom dat hij die speed run, die sprint omdat race, sorry. Omdat je direct jump to race hebt gedaan en niet set as destination. Ik heb die al gedaan. Dat is het, ja. Dat verklaart het misschien waarom dat we die direct kunnen doen. Ja, wel ja. Sorry. Dus dat stelde ook met de jump to cars. Als je die al hebt, kan je direct naartoe. Heb je die nog niet, dan moet je er eerst naartoe rijden en kan je hem hebben. Ja. Nu, het is een volledig... Er is ook multiplayer, ook dus met opdrachten voor iedereen. Mm-hmm. Dus dan komen alle racers eigenlijk in één hub te zitten met de stad, Fairhaven City. En dan krijg je de opdracht van, ga naar punt X allemaal. Dan moet iedereen daar naartoe rijden en dan kun je eventueel de ene of de andere wat lastig vallen. Ja. Beetje knallen. Echt innovatief en leuk gevonden. Ja. En als iedereen daar dan uiteindelijk is, binnen een bepaalde tijd natuurlijk, want als er een moeilijk doet bijvoorbeeld, dan krijg je dus de opdracht van... racen of bijvoorbeeld de langste jump proberen te halen van alle spelers. Dat is ook wel cool. Ja. Dat heb ik eens gehad onlangs, die opdracht. Het speelt allemaal heel goed, maar die multiplayer bevat geen split screen. Nee. Nu is ook dan maar de vraag in hoeverre dat in een open world game doenbaar is. Ik denk dat een split screen mode bijvoorbeeld veel beter van toepassing had geweest in een Need for Speed Hot Pursuit. Ja. Omdat je daar echt vaste races hebt met vaste parcours. Hier heb je natuurlijk
veel meer vrijheid. Dus ja, in de zin van hoe ver dat handig is, moet zeggen, hier mis ik het ook nu niet direct. Nee, het is niet alsof dat we dat hier kunnen gebruiken. En hadden we nog een minpuntje van de game? Het was niet groot. Visueel moeten we wel nog zeggen dat het echt wel ferm uitgewerkt is. Bijvoorbeeld, ja, je komt op een bepaald moment zelfs langs een strand. En daar zie je de golven gewoon op spatten. En dan zie je het zelf natheid op de weg. Ja. Dus knal. Nee, nu weet ik het weer. Omdat ik die takedown heb gedaan. Er zijn geen slow motion crashes niet meer. Nee. Dat valt nu misschien bij mij gewoon op en bij u ook. Omdat wij natuurlijk de burn-out reeks al een tijdje volgen. En dat een beetje missen. Zeker omdat je die takedowns kunt doen. Ja, dat was ook een machtig adrenaline gevoel. Pilaarkunstenaar bijvoorbeeld. Oh, in de Nederlandse versie. Dat blijft het. En zo waren er dan nog een paar. Ja. Man, het gaat hier echt niet goed momenteel. 1,4 kilometer. Er zijn er wel veel die precies ook. Ik ben ter tweede. Waarom? Iedereen blijft crashen. Dit is dus eigenlijk geen echt takedown spel. Dit is effectief van een race spel. Voor alle duidelijkheid. Ja, nog 1 kilometer. Hierna gaan we toch gewoon racen doen, denk ik. En het ergste van al is, dit is easy. Dit is easy, hè? Ja. Boost. En ik wil straks naar hard gaan. Dat wordt interessant. 200 meter. Derde is me. Ja, net nog. It's okay. It's okay to be third. Ik heb al wel beter gedaan, zoals je. Veel beter zelfs. Kijk, en als de race gedaan is, gaat je ook gewoon direct verder, hè. Dus het herpakt gewoon. Je moet niet uit het menu gaan en weer een nieuwe race kiezen of zo. Het is allemaal heel vlot. Haal je nooit uit de flow. Nee. En zoals ik dus zei, er is ook immens... Ook grote wereld, trouwens. Ja, ik wou het ook zeggen, hè. Er is immens veel te doen. Tientallen wagens al om te verzamelen. En per wagen heb je dan 4 of 5 verschillende opdrachten. En er is ook een duidelijke minimap, want in veel games ontbreekt die meestal. En hier staat die goed aanwezig. En natuurlijk, ja, met alles dat je dan doet en verdient. En flitspalen daar zo snel mogelijk voorbij scheurt. En billboards raakt, enzovoort. Krijg je meer punten. En natuurlijk, als je alles optelt, dan kun je bij die Most Wanted wagens hier uiteindelijk... Op nummer 1 geraken. Ja, op nummer 1 geraken. Dus alle Most Wanted wagens of spelers, racers uitschakelen. Ja. Ik ga dat nu niet doen. Ik ben weer gecrashed, omdat ik in dat menu even zat. Dat is even wennen natuurlijk, omdat je met je ogen dan op dat menu soms zit. Ja. En tegen hoge snelheid probeert te knallen. We zullen nog een andere race doen, maar misschien van wagen wisselen een keer terug. Ja. Ik weet niet... Alfa Romeo is... De Alfa Romeo, ja. Dat is bijvoorbeeld die wagen... Een wagen, de eerste Most Wanted wagen die eigenlijk wint. Niet door er tegen te racen. Het is ook wel een cabrio, anders gaan we iets anders pakken. Een gesloten wagen of zo. Ja. Natuurlijk, wat is een gesloten wagen? Maserati? Porsche? Subaru? Ik weet dat die Mitsubishi gesloten zijn. Mitsubishi. Het zal wel ook niet zo'n snelle wagen zijn. Nee. Om te kiezen. Bentley, dat zijn meestal ook gesloten. Allee, de Supersports, denk ik niet zeker van. Heb jij die Bentley daar straks niet genomen? Ja, dat kan wel. Ik ga het wel terwijl rijden, want onze... Daar is een auto beschikbaar. Als je uit het menu gaat, ga je zien dat er een wit icoontje is. Aha, we zullen misschien daar naartoe rijden en kijken wat dat die waard is. Die gaat die al. Ah, die Maserati, tuurlijk. Waarom niet? Zo, nu driehoekje. En het voordeel hier is... Laatscherm is normaal gezien korter, hup, en je bent er al. Inderdaad, als je wagen wilt pakken die aan de andere kant van de speelwereld ligt, dan duurt natuurlijk het 10-15 seconden even, maar akkoord, je moet ook niks installeren. Dus ja, het is een beetje een teen of het ander natuurlijk. Ja. En dan nu, een andere race. We gaan eens kijken wat we hebben. Medium. Ambush bijvoorbeeld, kunnen we eens doen. Circuit race, ja bon, dat lijkt me allemaal vanzelfsprekend. Heb je alles al gedaan? Nee, hiervan heb ik nog niks gedaan. Hè. Ja, fast track dan, hè? Of een medium. Ja, die. Of we doen eens ambush, man. Is goed. Dus we zullen een ambush doen. Voilà, set destination. Het is 5 kilometer rijden, wauw. Dat valt nog mee, hè. We gaan even wel moeten vlammen, heb ik de indruk. Een beetje gas doorgeven. Ik heb hier nu nog wel natuurlijk geen, met die wagen nog geen nitro unlocked. Dus nee. We gaan het wel even zonder nitro moeten doen. Maar goed, dat doet er niet toe. Zo kunnen we... ook winnen, anders zouden ze de mogelijkheid niet geven. Ja, of anders zouden ze toch zeggen van impossible als... Ja, inderdaad. Een beetje aangeven van very hard of zo, weet ik veel. Oh, oké, chance. Niet gecrashed. Trouwens, als ik hier ergens een of ander stukje aarde vind... Oh man, kijk eens aan. Perfect. Dan zie je ook het vuil opspatten. Dus echt, zoals we zeiden, je kan zo een donutje trekken. Een donutje kun je niet trekken, denk ik. Ik heb het al geprobeerd. Maar je ziet wel door het opspattend vuil dat uw wagen ook vuiler wordt. Ja. Goed. Een
iets deftig te tonen, zullen we er maar mee stoppen hier nu. Ja, en je kan zelfs de auto proper maken. Ja. Flip. En we zijn terug. Je kunt wel de kleur ook niet kiezen, dacht ik. Nee, de kleur kunt je niet kiezen. Maakt ook niet ik uit. Ik had ook al destijds iets in racegames van kies uw kleur van wagen en dan heb ik ook vaak een standaard kleur gelijk rood of blauw en ik ben weer gecrashed. Al geluk dat we daar niet ten eigen voor bestraft worden. Ja, trouwens ook, als je bijvoorbeeld over een spijkerstrook rijdt... Dan worden die banden inderdaad effectief lek geprikt. Ja, dan zie je ook dus... maar ook op de toepasselijke materialen, de vonken eraf springen van de velgen. Hè. Ja. Je hebt het geprobeerd in zo'n metrotunnel. Ja. Over de sporen zie je dan... Maar alleen man. Ik ben dat uitleggen terwijl, ja. Over de sporen zie je dan ook effectief... Dat het staal opwarmt en als je door aarde rijdt, niet. Wat ook gezegd moet worden is als je te lang stilstaat, of niet te lang stilstaat, maar als de auto dus eigenlijk omsingeld wordt door de politie, kan je busted zijn. Nu, daar is ook weer geen straf voor, het is enkel... Was van de wagen, denk ik, dat we juist maar het boeit niet. Er wordt er niet eigenlijk voor gestraft. Het is natuurlijk als je racet of je moet iemand takedownen, wordt het wel moeilijk natuurlijk als je gebust wordt. Maar verder is er niet echt een straf of een aftrekkingpunt. Nee. Ik ga even wel... Zot man, echt waar. Ze zien mij allemaal zo graag hier. Oh, daar kan de politie niet van kwijt. Nee, ik wou gewoon even switchen om mij terug te healen. Ja. We zijn een kilometer van de race en dan tijdens die race kunnen wij al afsluiten. Maar misschien ook wel even de score vermelden in het boekje van de OPM. Dat is een 90. Ja. 90, jawel. In principe... In veel boekjes, ja, ik zeg het vaak. In veel boekjes hanteren ze 90 als de maatstaf eigenlijk pas om of de regel, de drempel om een must-have game te zijn. Ja. En OPM is 85, maar dan nog. Allee, we hebben het technisch gecontroleerd en technisch is terecht ver. Erbij, shit. Op technisch vlak is er eigenlijk ver geen probleem. Het is allemaal perfect mooi afgewerkt. Boordevol inhoud, maar alleen man. Ik dacht van ik kan hier op die ramp gaan, die spoes. Wacht, ik kan het niks doen omdat we met die flikken weer staan. Ja, uiteraard. Wat dacht je ervan als we eerst de flikken weer afschudden en dan terug bij jullie komen? Ja. Want anders gaat het weer te lang uit. Ja, want Joachim crasht te veel. Kom flikjes, kom. Tot straks. Tot straks. Goed, politie afgeschud. Ja, eerst nog een autootje pakken. Autootje pakken is te zeggen. We moeten met deze wagen dat doen en niet vergeten. Ik heb, ik heb het uitgelegd. Finish second to unlock track tires voor deze Maserati. Voilà. Ja, we beginnen. L2 en R2. Okay. En we gaan eraan beginnen inderdaad. Nu, we hebben daar straks gezegd dus dat het spel een 90 heeft gekregen in OPM. Terecht of niet terecht? Volledig terecht. Ik zou het ook zoiets gegeven hebben. Ja. Het is, het is echt fun. En dat is lang geleden dat een racegame zich echt puur op de racing bezig hield. En niet op nodeloos najagen van eventuele achievements of weet ik veel wat. Even kijken wat er gebeurt, want er gebeurt van alles. Het wordt allemaal ook zo heel sfeervol in beeld gebracht, speciaal ook. Nu vragen we ons allemaal af, what the fuck is going on here? Er vliegen overal flikkenwagens in slow-mo, allemaal knap gedaan wel, maar de vraag is, wat gebeurt er? Ik denk dat de naam voor zich eigenlijk wel spreekt, ambush. Ja. Hinderlaag. And here come the cops. Drive. Ja, in principe kunnen we nog ons niet officieel uitspreken over Game of the Year. Nee. Maar... Okay, here's the cops. In principe, ja... Het is de laatste racegame ver van het jaar. De grootste toch? Ja. Je kunt stilaan misschien toch wel een officieuze mening geven. Ik denk dat deze toch wel de racegame van het jaar kan worden. Ja, dicht in de buurt, dat, zeker. Het is, en als het niet game of the year, racegame of the year gaat worden, dan gaat het sowieso wel, denk ik, een grote kandidaat ervoor zijn. Want het is allemaal... Oh, heb je dat gezien? Ja. Tegen het verkeer. Dan... Ja, dan gaat... Licht van de autostrade, hè. Ik moet er echt af. Oké, goed. Ja. Maar voilà, op de tracks. Holy shit. Dat is ook het coole aan hoe heet hier ook alweer, Fairhaven City. Ja. Je hebt zoveel verschillende wegjes ook. Is die nu weer geknald tegen een pilaar of wat? Maar, arme jongen toch. Je ziet ook nu maar, ik ben gewoon door een hek geknald en ik zit nu gewoon op de rails hier te rijden. We gaan de wildernis zelfs in de bergen.
Ja. Kijk ook naar het verzorgd niveau voordat we afsluiten. Het is allemaal zo goed gedaan. Ja, je moet ze wel verliezen voor 2 minuten 30. Oh, shit. Ja. Ja. Oh, crap. Ja, bon, dat had ik dus niet opgelet. En ik zit hier door al die stomme sporen te rijden. Met al die flikken achter mij. Ja. Het is wel natuurlijk imposant om te zien. Ja, te laat. Maar ik wou het even demonstreren, want als je ziet, jong, iedereen zit achter mij nu. We hebben een probleem. Ik kon al lang eraf gaan, hè. Ja. Wacht, zal de volgende rechts pakken of zo. Hier is de station precies of zo. Of een opslag op plaats. Ouch. Ik denk dat we die 2 minuten en half niet gaan halen. Ik ben nog gebusted, zei. Oh. Ja, yeah, fuck that shit. Het is nog niet gedaan, jong. Alhoewel, ik heb nog maar een halve minuut om hier rechts af te schudden. Of daar, ja. Daardoor. Kijk, al die sites. Al die shortcuts. Voor mij is het duidelijk, racefans die moeten al lang deze game eigenlijk in huis gehaald hebben. De 90 is volledig terecht. EA heeft zich serieus mispakt met Medal of Honor van een week geleden, maar deze Need for Speed. Speaked, hè? Ja. De Need for Speed. Wow, deze Need for Speed maakt alles weer goed. Ja. Extreem goede titel. Als deze geen race game van het jaar wordt, dan ja. Eet Sam zijn schoenen op. Ik moet bijna zeggen, ik mijn schoenen. Ja, er zijn meerdere die Sam heten, dus. Eén van de Sammen. Ja. Ergens eet zijn schoenen dan ja. op. Zullen we het daar maar bij ja. houden. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye.